In juli, is dat 10 jaar geleden dat hij gestorven is. Hij was een druggebruiker van de ergste soort. Hè. Dus het prototype van de junk was mijn broer. Ik heb Tom vaak gezegd van... Maat, jij pakt die drugs, ik niet. Niemand verplicht u dat. Dat is u. Maar achteraf gezien is dat een ongelooflijk belachelijke houding gebleken. Ik ben te veel flik geweest en te weinig broer. Ik ben Peter Muizend, ik ben momenteel hoofdcommissaris bij een lokale politiezone ten noorden van de stad Antwerpen. Ik heb heel lang in Antwerpen in de stad gewerkt. Men zou mij kunnen recruteren in het kamp van de prohibitionisten. Ik zou een geweldige spreker zijn. Ik zou zeggen, hey, doe dat niet, kijk naar mijn broer. En zeggen, ah, maar inderdaad, al goed dat we dat allemaal illegaal hebben gemaakt. We moeten de strijd opvoeren. Dikke zeven natuurlijk, mijn broer had nog geleefd, hadden we niet zo'n wetgeving gehad. De war on drugs heeft ondertussen toch aangetoond dat het een ongelooflijke ramp is geworden. Druggebruik is niet gedaald. Niet. Het huidige drugbeleid heeft weinig te maken met goede argumenten, met een logisch onderbouwde redenering. Het heeft vooral te maken met moraliteit en met ideologie. Nog niemand is geholpen met een extra PV, hè? Met een procesverbaal of met een gevangenisstraf of met een boete. Niemand. 90% van de mensen die drugs gebruiken ontwikkelen nooit een probleem. Dat wil zeggen dat 10% dat wel doet. Een heel groot deel van die 10% neemt drugs om een ander probleem te camoufleren. Om dan te zeggen dat het is uw eigen schuld, dat vind ik wel heel wansmakelijk zelfs. Dat neigt wel naar de wansmaak. De buurt waar ik werkte, dat noemde dan de afdeling City. Dat werd dan in het jargon de City genoemd of het reservaat. Uw mensen kijken met een bepaalde bril naar de problematiek die daar bijzonder zichtbaar is. En mijn broer was daar deel van. Dan ziet je hem daar staan, hè, op het Koningsplein. Een van de gebruikers die tegen een paal zat te leunen. En dan rijk ik er rond in mijn uniform en dan denk ik van wat voor een scheiter ben ik dat ik nu niet gewoon even uitstap en goeiedag gaan zeggen om mijn broer. Uitstappen in uniform en er naartoe gaan en iets zeggen. Dat had ik moeten doen. Ik heb wel een lange weg achter de rug, maar daarvoor moest ik natuurlijk wel veel lezen, veel praten met mensen. Maar mijn broer heeft nog geleefd, had hij met zijn probleem nu onder medisch toezicht heroïne kunnen krijgen. Alle drugs zijn gevaarlijk en net omdat ze gevaarlijk zijn, moeten ze gelegaliseerd worden. De overheid moet die markt terugclaimen, terug in handen nemen en pas dan kan een deftig drugbeleid worden gevoerd. De kwaliteit van de producten, de controle op de verstrekking, de vergunningen van de verkooppunten, de controle op de ethiek, integriteit enzovoort. Dat kan je enkel doen in een door de overheid gereguleerde markt en daarvoor heb je een legale markt nodig. Mijn broer is dood en mijn broer had niet dood moeten zijn, had het drugbeleid anders geweest.